Aan de ene kant zien wij steeds meer dat studenten behoefte hebben om hun eigen talenten te kunnen volgen. En aan de andere kant zien we dat beroepspraktijk en samenleving steeds sneller veranderen. En daar op die twee elementen moeten we eigenlijk allebei inspelen. We zijn nu een paar jaar bezig en waar ik heel enthousiast van word is dat we met steeds meer mensen echt het gesprek voeren over de inhoud van het onderwijs en hoe ze dat willen inrichten. En dat daar nieuwe ideeën uit voorkomen. En wat wij doen is richting geven vanuit onze onderwijsvisie en ruimte geven in het hoe. En dat horen we ook terug van docenten en van docententeams, dat ze die ruimte ook ervaren. En dat ze dat heel prettig vinden en tegelijkertijd ook behoefte hebben aan de handvatten die wij bieden vanuit onze onderwijsvisie. Waar we heel erg hard aan gewerkt en wat ook heel goed werkt, is dat we mensen uit allerlei opleidingen, instituten aan elkaar verbinden en de good practices delen. We hebben elke maand dialoogsessies waar 70 tot 100 docenten komen bijvoorbeeld. En last but not least, wij weten dat docenten en docententeams dit heel graag willen, maar heel graag hulp willen hebben bij hoe ze dat nou moeten doen. Dus we hebben een heel grote supportorganisatie, noemen wij dat, ingericht van mensen die dat al een keer eerder hebben gedaan, om docenten en docententeams te helpen bij het innoveren. Het is juist heel goed dat er af en toe dingen misgaan, want innoveren is leren en in leren gaan er ook dingen mis en in dat misgaan leren we ook. Waar ik zeker van ben, is dat zoals we het nu doen en we luisteren naar studenten en de curricula hebben vormgegeven samen met de praktijk en vanuit het onderzoek, dat ons onderwijs veel beter wordt. Dat wij studenten veel beter en ook breder toerusten voor de samenleving en de beroepen waar ze straks voor zijn opgeleid. En ik ben dus ook van overtuigd dat ze daarmee dus ook veel beter toegerust zijn voor het beroep wat ze straks gaan uitoefenen. We zijn wel een heel eind, maar we zijn er niet en we zullen er ook nooit zijn. En dat geeft ook helemaal niet, want dat is wat innoveren is.